Tweede Kamerlid Lisa Westerveld heeft dit jaar de Vrouw in de Media Award Gelderland gewonnen. Voorgaande jaren was Westerveld ook al genomineerd, maar greep zij naast de award. De jury koos unaniem voor de Nijmeegse politica, omdat zij met haar mediaoptredens de afstand tussen Den Haag en de regio verkleint. De Gelderse prijs betekent ook direct een nominatie voor de Landelijke Award, die in maart wordt uitgereikt. Als je een award wint, of als mensen je alleen al nomineren, dan is dat altijd al een eer. Waarom ik dit ook wel heel bijzonder vind, is omdat media is natuurlijk niet alleen maar een manier om jezelf te profileren. In mijn portefeuille heb ik ook journalisten nodig die iets aankaarten. Omdat je precies de groepen voor wie ik opkom, dat zijn de groepen die al vaak worden ondergesneeuwd in het beleid. Tweede Kamerlid Westerveld probeert op te komen voor een groep mensen die het volgens haar moeilijker hebben. Mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking of jongeren die in de jeugdzorg zijn beland. Dit zijn volgens haar de mensen die geen stem hebben en die wel horen te hebben, wat voor haar een extra reden was om zich weer verkiesbaar te stellen. En omdat ik echt vond dat er liep nog zoveel. Dus wat ik in ieder geval de komende periode voor elkaar probeer te krijgen, is dat onze initiatiefwet, die zorgt dat jongeren ook na hun 18e nog jeugdzorg kunnen krijgen. En dat een eerdere nota die ik schreef, die gaat over mensen met een beperking en heel veel concrete voorstellen heeft om voor hen het leven wat makkelijker te maken. Nou, ik hoop ook dat we die de komende periode gaan bespreken.